No World Brother! Voilà. Deze is mijn nieuwe aanwinst, het BMW Rally 3 pak. Volgend jaar gaan we naar Marokko en daar is dit pak natuurlijk zeer geschikt voor. Het pak zelf kost toch al gauw een 1100 euro voor de broek en de vest samen hier in België. Zullen we eens even van kort erbij bekijken. De twee onderste buitentassen die zijn waterdicht, de andere tassen zijn niet waterdicht. Je hebt een zeer goede mogelijkheid ook om voor luchtcirculatie. De ritsen op de mouwen kan je ook openzetten. Hier zo. Hier zo. Op de borststreek. Kun je deze flap opendraaien voor wat verkoeling. Aan de binnenzijde zit er een kernmembraan. Dat is wind- en waterdicht. Je kan dit in de zomer ook verwijderen natuurlijk als het te warm wordt. De mouwen kan je verwijderen, zodat de vest ook kan gedragen worden als bodywarmer. Er zijn reflectoren, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de mouwen. Op de linkermouw is er een klein kaartvakje aanwezig voor een kleine kaart of gsm of dergelijke op te bergen. Dan voor de tassen, dus zoals er straks gezegd, de twee onderste waterdichte tassen, dan daarboven nog twee. Aan de binnenzijde heb je drie tassen, hier, achterkant in het kernmembraan, aan de linkerkant ook nog een tas. Voor de protectoren, die heb je, zoals bij de meeste motorvesten, de ellebogen, schouders en hier ook een stevige rugplaat. Voilà, en dan zullen we nu de vest een keer aan de achterzijde bekijken. Voilà, het pak aan de achterkant. Zoals je ziet is er ook plaats voor een camelbag in weg te steken. Dus daar kan je gerust een waterzak in kwijt van 2 liter. Die je trouwens ook bij BMW kan verkrijgen. Hier onderaan is ook nog een grote opbergruimte. En hier zie je dan ook de reflectoren op de mouwen aan de achterzijde. Voilà, dan zullen we nu een keer een blik werpen op de broek die bij het pak hoort. Voilà, dit is de broek van het BMW Rally 3 pak. Wat kunnen we daarover zeggen? Het heeft een zeer goede pasvorm. Als je het aantrekt, het voelt echt aan als een tweede huid eigenlijk. Aan de binnenkant van de knieën heb je twee lederen lappen die anti-slip zijn, zodat je niet altijd naar voren en naar achteren schuift. Ook een zeer stevige knieprotectoren die zeer ver doorlopen, die ook het scheenbeen beschermen.
Aan de zijkant ook protectoren. En aan de binnenkant is er ook een inner layer. Dat je is ook wind- en waterproof. En deze kan je dan ook in de zomer verwijderen. Ook veel mogelijkheden voor ventilatie. Aan de zijkant. Ook heb je tassen aan de broek. Aan de andere kant uiteraard ook een tas om iets weg te steken natuurlijk. Aan de onderzijde van de broek, als je motorlaarzen draagt die wat breed uitvallen en wil de broek over de motorlaarzen trekken, dan heb je hier een zipper voor de onderkant van de broek groter te maken, zodat je ze over de motorlaarzen kan overtrekken. Dus even kijken aan de achterkant. Dit bestaat uit elastisch materiaal. Hetzelfde als hier. Je hebt hier ook een zipper. Hier zo. Zodat je de broek en de vest aan elkaar kan ritsen. Voilà, dat was het dan. Dat was een korte samenvatting van de broek en de vest. Dus mannen en vrouwen, see you on the road.